Ja, dat, datzelfde, het kan ook dan uh, te, te ver doorslaan. Uh, we zagen het uh, dit WK met Jermaine Watimena. Ja. Um, dan moet je eigenlijk ook zo'n speler tegen zichzelf in bescherming nemen. Of zeg je van nee, dit hoort gewoon nee. bij... Als mij dat was overkomen, had ik Watimena niet meer hoeven interviewen. Ik heb dat een recent een keer gehad. In de toekomst in... bedoel je? Of? Ja, ik heb het re recent een keer gehad. Toen um, was, uh, was ik de interviewer in de Ziggo Dome. Annemarie stond te presenteren in de zaal en ik stond achter de schermen iedereen op te vangen. Nou, hartstikke leuk, weet je wel, pre-matches. En, en ik doe dat natuurlijk niet vaak, dus die jongens vonden het ook leuk dat ze eens wat andere vragen kregen dan te doen gebruikelijk. En Jeffrey de Zwaan, die mist, die verliest een partij. En die komt aanschokken. Nou, ik ken Jeffrey, ik mag hem heel graag. Ik heb nog ooit eens een keer een uitzending met hem gemaakt dat we nog paardenraces samen hebben zitten analyseren. Want. Wij kijken natuurlijk naar een signaal uit, uit uh, Londen. Dat komt gewoon van Londen via Zweden naar ons toe, van Londen direct misschien zelfs wel. Maar dat is gewoon de uitzending van Sky Sports. Als daar iemand een schakeltje verkeerd doet, dat we naar paardenraces zitten kijken, zitten wij dus ook naar paardenraces te kijken. Nou, dat gebeurde ons, Jeffrey en ik. Nou, meesterlijk lachen. we hebben alleen maar over Fortnite zitten, oude hoeren en gewoon wachten tot het signaal. Was leuke televisie. Dus Jerry is gewoon een hele leuke gozer en waar ik ook echt wat mee heb, maar hij had toen uh, verloren en uh, liep straal langs me en zei iets heel lelijks over ViaPlay. En toen dacht ik, ja, maar dan hoef ik jou ook niet meer te interviewen, maar ook nooit meer. Toedele dat hoeft dan van mij niet meer. Maar wat gebeurt er? Ik zit natuurlijk niet elk toernooi uh, uh, mee als verslaggever of cameraman. Dus die cameraman Paul, die denkt, ja, dit is niet goed. Uh, die wilden het een beetje van goed gaan maken tussen ons. Ik zat daar niet meer op te wachten. Want je zegt één keer zoiets tegen mij en dan hoef ik het nooit meer. Maar goed, dus toen kwam Jeffrey toch nog terug. Dan heb ik één vraag gesteld en dat was het. Eigenlijk had ik moeten zeggen... Uh, ik hoef jou niet meer te interviewen, dus ga nou maar weer gewoon weg. Maar ik wist niet wat, uh, wat Viaplay daar eventueel dan van zou vinden. Want dan zou je mij ook uh, werkweigering kunnen verwijten ja. natuurlijk. Hè? Ja, en zit de ik nog eens in de studio? Uh, ja, maar niet als ik er zit, want dan meld ik me ziek. Ja. Als iemand eenmaal in jouw boekje staat, dan. Nee, nou, het gaat niet om dat iemand in zijn, in zijn, in zijn slechte humeur. Uh, uh, zaggerijnig tegen mij doet. Maar ik kan niet eens herhalen wat hij zei. Omdat dat gewoon niet. Voor, zelfs niet voor deze podcast. <laughs> nee, zelfs niet. En dat, dat doe je gewoon maar één keer. Ik ben een vader van drie kinderen. Dat doe je maar één keer. Voor meer leuke video's abonneer je op het YouTube kanaal van Ad433 Duits.